Ja, we hebben weer iets nieuws binnen op de redactie. En deze keer dan is het een doos. Ja, en ik heb al gezien box. Van wie het is. Een box. Oké, dit is van... Nintendo. En dan weet je, en wat komt eruit deze week? Afgezien van Pokémon. De 2DS. Precies. Nou, laten we hem uitpakken. Dan hebben we een speciale unboxingtafel. En dan heb je meteen een kijkje op onze nieuwe redactie die eigenlijk... Een soort van tweeling, fout 2. Maar het lijkt net of ik samen wil doen. Kijk, daar zitten de stagiairs heel hard te werken. Prima, nou Jan, dit is jouw pakje. Dit is de 2DS, we hebben een blauwe gekregen. Oh, wat een dun doos. Ja, ben ik wel blij aan blauw, want rood is toch wat... Ja, ik weet niet. Blauw is wat mannelijker. Rood is toch ook de dark side, blauw is de Jedi. Maar is er überhaupt een 2DS mannelijk? Dat de vraag stellen ze een beantwoorden. Ik denk dat ik dat wel netjes doe. Waar is nou weer mijn mesje? Hey, kijk. Hey, een Pokémon balletje. Ah. Awesome, man. Ik heb twee van dingen. Dat is leuk. Oh. Maak het nou niet stuk. Maak je het nou echt serieus? Maak je het nou stuk? I'm gonna ruin them all. Dit is een soort kindersurprise. Er zit niks in. Nee. Maar kijk eens even, er zit sowieso wel een oplader bij. En dat is een dingetje. Dat is bij die grote 3DS. 3DS XL zat geen oplader bij. Nooit begrepen, hier wel. Maar het gaat uiteindelijk natuurlijk om de... Het ding itself. De 2DS. Zit er niks in? Nee. Check nou even zelf hoe dit voelt. Ik heb het al mogen betasten. Ja, ik vind het helemaal niet zo cheap as slecht voelen eigenlijk. Ik ga even de gewone 3DS erbij halen als vergelijking. Ja, dat is heel goed. Hier heb je zo'n dingetje dat je maar in je riem kan hangen. Dat is wel nodig, want... Dat kan, maar niet ideaal. Er moet een pouch bij eigenlijk. Okay. Wat is uiteindelijk... Hij is dan klein, hè? Als je hem... Als je hem echt uitklapt, dan is die... Iets kleiner. Iets kleiner. Kijk, even er bovenop leggen. Hier is hij dan iets groter, hij is iets breder. Ja. Kijk, het nadeel is dat je hem niet meer kan klappen en dat je hem dan in een pouw gewoon mee kunt nemen. Dus je moet echt een grote hoes. Ik heb die hoes ook nog niet gezien. Ik had eigenlijk gehoopt dat er een hoesje bij zou zitten. Ja. Dat zit er niet bij. Misschien kan hij ook al aan. Nou, dan kun je hem instellen. Maar het is wel waar, want eigenlijk is zo'n 3DS is eigenlijk een soort van... De PlayStation controller van de handheld. Die is voor westerse handen is die eigenlijk net iets te klein. Ja. En als je dan de 2DS vastpakt, ja, dan is dat wel gewoon beter. Maar is er ook aanpassing gedaan aan de schermen? Nee, de schermen zijn hetzelfde. Sterk nog, dit is één scherm. Eén scherm inderdaad. Eén scherm. Ik zit even te kijken waarom dit nou niet kan. Maar ik gewoon zo. Wat ik wel vind is, ja, het is allemaal iets goedkoper materiaal. Doordat het scherm in één keer doorloopt, hebben ze de prijs ook wat kunnen drukken. Deze knoppen zitten een beetje losjes, maar die zijn wel weer lekker groot. Weet je, hier zitten ze ook een beetje bovenop. Weet je, het is wel meer één geheel. Terwijl hier heb je toch het idee van plak, plak, plak. Ja. Kijk, als je moet kiezen en je hebt geld om in je tuin, dan kies ik voor de 3DS XL. En die 3D graphics en gewoon een grote scherm. En dat vind ik is per definitie fijn. Ja. Maar als instapmodelletje, mensen die nu nog een gewone DS hebben of een DSi. En die hebben zoiets van, shit, Pokémon komt uit. Ik heb nog niet geen 3DS. Maar ja, die hele 3D graphics, ik vind het gimmicky. Ik moet zeggen, ik zet het bij sommige games ook gewoon uit. Bijvoorbeeld bij Professor Layton zet ik het 3D effect ook gewoon uit na verloop van tijd. Kijk even naar de dikte. Het dikste punt is een ingeklapte 3DS, ja. In principe. Het dunste punt is de helft. Minder dan. Weet je, in principe zitten alle functionaliteiten qua camera's, qua wifi functionaliteit zitten erop. Het is gewoon een instapmodelletje 2DS. Oké, Jan. Dus de conclusie is? Leuk instapmodelletje, maar ik denk dat voor onze kijkers die handheld gamers zijn en al Nintendo gek zijn. Die hoeft, als je dit hebt, heb je dit niet nodig. Dat is logisch. Nee. Maar goed, het is het instapmodel. Dus als je minimaal geld wil uitgeven om toch al die toffe games te spelen en je maalt niet zozeer om die 3D graphics, is het een prima instapmodelletje. Ik vind de knoppen wel beter. Ze zijn veel groter. Dat is echt. En ik wil dat blauwe coating is ook niet per se slecht, toch? Nee. Het ziet er wel ietsje goedkoper uit. Het is ook niet per se het mooiste design op aarde, maar het is best gebruiksvriendelijk. Het is lelijk. Laten we zeggen, het niet mooiste design op aarde, het is lelijk. Nou, de design, maar de afwerking is niet lelijk. Ik vind dat matte wel mooi. Ja, dit is wel. Dat was de 2DS. Ja, leuk.
Mag ik hem? Moet ik even met Wouter overleggen.